Mijn naam is Jet. Hoi, en ik ben Thomas. En wij zijn van Ontdekstation 013 uit Tilburg. Aristo is ook een bedrijf uit Tilburg. Daar hebben jullie zojuist een filmpje van gezien. En Aristo is een bedrijf wat heel veel aardappelen omzet in frietjes. Nou, en daar komt zetmeel bij vrij. Misschien heb je zelf ooit een aardappel in stukjes gesneden of geschild. Als je dat dan onder de kraan wast, dan zie je dat daar wat witte... dan zie je dat het water wat wittig kleurt. Als je dat zou drogen, dan krijg je vervolgens een poeder, een wit poeder. En dat is zetmeel. Ja, wij hebben het hier staan. Je kan het namelijk ook gewoon als zetmeel in de supermarkt kopen. En met dat zetmeel gaan wij vandaag iets maken. Namelijk bioplastic. Wat is bioplastic? Bioplastic is niet altijd biologisch afbreekbaar plastic. Het is wel beter als normale plastic, omdat het geen aardolie nodig heeft om gemaakt te worden. En dan komen minder giftige stoffen bij vrij. Juist. En daarnaast stoot het ook nog eens minder CO2 uit. Yes. Waarom gaan we dan deze leerlingen dit laten maken? Nou, wij willen jullie dit laten maken omdat wij niet voor niets het ontdekstation heten. Dus wij willen jullie laten ontdekken hoe je van het zetmeel zo'n plastic zou kunnen maken. En jullie gaan zelf ook een klein onderzoekje opzetten door een beetje te gaan spelen met de hoeveelheden van de ingrediënten. Daarover zometeen meer. Oké, de opdracht is dus om bioplastic te maken. Maar Jet, wat hebben ze daar allemaal voor nodig? Niet zo heel veel. Het zijn gewoon huis, tuin en keukenproducten. Als eerste een pan. Liefst een oude pan, want hij kan een beetje vies worden. Een kookstel, want we gaan het verhitten. Of een gasplaatje. Dan hebben we nog water. Dit is zetmeel. Azijn. We hebben twee lepels om het te mengen. We hebben ten eerste een grotere eetlepel en een theelepel. Dan hebben we hier glycerine. In een potje of in een flesje. Eventueel kleurstof, zodat je het verschil kan zien in verschillende stukjes plastic die je maakt. En dan heb ik hier nog een pak oud pak drinken. En dit is zeg maar het vormpje waar je plastic in gaat gieten. Die zijn ervan geknipt. Je kunt ook een oude petfles gebruiken. Kijk maar even wat je thuis hebt liggen. Een schaar en bakpapier. Check. Oké. Voor het basisrecept voor het bioplastic heb je nodig 10 eetlepels water, 2 eetlepels zetmeel en 2 theelepels glycerine. We willen er vast bij gezegd hebben dat we met een koude pan beginnen en dat we hem langzaam gaan verhitten. Anders, dat is belangrijk. Ja, anders gaat hij klonteren. Zeker. Oké, nou, aan de slag. Oké, koude pan. Ik ga het doen, hè? Mm-hmm. Nice. Oké, wij hebben een hele onhandige kan. Dus... 1. 2. 3, 4, 5, 8, 9 en de laatste 10. Oké. Dat is die. En wat stond er nog meer op het recept? 2 eetlepels zetmeel. Weer de eetlepel. Oh ja, dat ging. Misschien doen we het toch. Ja, dat was 1. Want dit lijkt ook al een beetje op wat er uit die aardappel komt normaal. Ja, zeker. Zo. En dit al een beetje roeren. Nu lijkt het gewoon op melk. Bijna. En nu 2 theelepels. Hele kleine theelepels. En dit is wat stroopachtiger. Volgens mij zit dit ook in handgel en zo. Een zeep. Glycerine. Ik heb geen idee. Volgens mij wel. Nice. Nou, weet die handel.
Op de kern. Oké, dan is nu de bedoeling dat je het langzaam gaat verwarmen. En daarbij is het ook nog heel belangrijk dat je goed blijft roeren. Je zal dadelijk merken dat er op een gegeven moment is er een bepaald punt dat het zo warm is dat het in één keer een vaste substantie wordt. Oh. Hey, ik zie wat gebeuren. Ja, het begint nu te klonteren aan de bodem. Oh, en het begint een beetje aan te koken. Ja, een beetje te koken. Oh, maar dit is echt een goede. Weinig klonten. Ja, het wordt echt nu een soort slijm of zo. Oh ja, ik zie het echt goed aan de pan blijven plakken. Ja. Ik heb het vuur ook wat zachter gezet, zodat het niet helemaal... Ja, het gaat allemaal dubbelen. Nog meer dubbels. Oké, okay, nou het mengsel klaar is, gieten we het in het vormpje. We hebben er dus bakpapier onder gelegd, omdat dat daar het plastic makkelijk af te halen is straks. En we gieten het in een vormpje, zodat we straks zeg maar 3 of 4 dezelfde stukken plastic krijgen. Wow, dit is echt... Goed? Ja, nice. Kijk, en hier zie je dus al, het blijft een beetje aan de pan plakken. Je krijgt het er wel uit als het nog een beetje warm is met een doek of doekje. Met een spons, schuurspons. Even goed afspoelen ook onder de kraan. Nice. Super tof. Oké. Okay. Oké, dat was de basis voor het eerste bioplastic. Het recept daarvan staat hier. Yes. Maar wat zouden ze nog kunnen doen om hier een beetje mee te onderzoeken? We kunnen ook de glycerine verhogen of juist verlagen. Om te kijken wat dat doet met het bioplastic. Zeker. Dus je zou hier bijvoorbeeld... Drie theelepels? Bijvoorbeeld. Of... 8. Ja. Of helemaal geen. Of... Nou. Juist. En je kan ook nog... Of je kan ook vanuit het basisrecept 2 theelepels azijn toevoegen. En kijken wat dat met je plastic doet. Nou, als je al deze plastics hebt gemaakt en je hebt ze een tijd laten drogen, dat kan wel 1 tot 2 dagen duren. Leg ze dus ergens gewoon op een plek waar ze niet in de weg liggen. Dan ga je testen wat het met de plastics heeft gedaan. Je kan dat natuurlijk gewoon gaan voelen. Ik wil niet te veel verklappen. Wat je ook kan doen is kijken of je de trekkracht erop kan meten. Goed, als extra uitdaging of als extra verrijking kunnen jullie gaan kijken hoe sterk je bioplastic is geworden. Yes, ons plastic is nu nog aan het uitharden. Dus we hebben even een stukje karton om te testen wat de trekkracht is van dit stukje karton. Ik heb hier een haak. Ja. Of een knijper. Een flinke knijper, want als je er meer gewicht aan doet, heb je echt die knijpkracht wel nodig. Deze zou je aan een touwtje kunnen hangen, bijvoorbeeld ergens aan het dak. Of, verzin maar iets leuks. Dan hebben we nog een knijper. En aan die knijper hangt een touwtje met daaraan een fles. Waarom een fles? Wat denk je? Ik denk omdat je er dan water in kan doen. Precies. Dus we hebben nog water over. Nice. En als je dat hierin giet, dan kun je precies zien hoeveel water je straks erin hebt gedaan voordat het plastic breekt. Als je dus 3 stukjes plastic hebt, kun je bij alle 3 testen hoeveel zoveel water doet met dat plastic. En je kunt steeds meer verhogen, dan wordt die fles dus zwaarder. En dan kun je kijken of al die 3 stukjes plastic daar tegen kunnen. Ja, dan kun je kijken welke het sterkste was. Ja. Succes! Jullie hebben nu gezien hoe je de bioplastic moet gaan maken. Ga het nu zelf proberen. Heel veel succes!